De hele dag is het een komen en gaan van klanten. Voor de laatste pakjes sigaretten, maar ook om nog even te kletsen, bloemen te brengen als bedankje en nog één keer even te knuffelen. Inwendig hebben wij echt pijn in het hart. Na 35 jaar al die mensen verzorgd te hebben. Mensen die als klein jongetje hier met hun vader snoepjes kwamen halen. En nu met hun eigen zoontjes de snoepjes komen halen. Dat is een hele geschiedenis. Mensen zijn ook echt verdrietig. Het contact met de mensen, dat vonden Hans en Mimi belangrijker dan geld verdienen. En je wist van iedere klant wat ze rookte. En als we het niet hadden, dan werd het snel besteld, zodat ze weer geholpen konden worden. Hans, jongen. Ja. Bedankt, hè. Ja, en hier bedankt. Het was hartstikke leuk. Altijd gezellig hier. Ik vond het altijd het mooiste dat je altijd met een sigaretje hier altijd zat te roken. Zo. Ja, dat vond ik altijd het mooiste. Kijk eens in. He? Hartstikke bedankt. Buiten het droevige punt dat hier aan een eind komt, vind ik toch, ben ik ook wel blij. Zeker door de belangstelling die daarvoor was en de gevoelens van de andere mensen die meevoelen met mij en mijn vrouw. Hans staat tegenwoordig nog maar alleen in de winkel en zijn vrouw zit thuis. Zij maakt zich heel ongerust en bezorgd dat Hans er alleen staat na een overval vorig jaar maart op de zaak. Mijn vrouw die denkt thuis als ze hierheen belt en ik neem niet onmiddellijk op van hoe zou er weer iets gebeurd zijn. En ze zegt ook van, ja, misschien lig je binnenkort wel achter de toonbank. Nou, en om nou tot het eind van het leven, zal ik maar zeggen, met die angsten moeten leven voor haar, nee, dat doe ik niet. We redden het wel met elkaar, pap. Nou, dat doen we best. Ja, het zal wel een leegte zijn. Maar ik kom er wel over. We hebben zoveel van de wereld gezien. We gaan nu Holland verkennen. Ja, en het eerste wil ik naar Kampen. Daar ben ik zo vaak langs gekomen en dat kleine stadje wil ik zo graag zien.